19, oké. Okay. Ek moet die voetpunt van die gebouw kry. So, ek gaan nou so my polyline vat. Jy moet nou vir my skree, ja of nie, of wat ook al. So, ek gaan van hier af trek, daar. Hier weet ek nie. Moet ek reguit opgaan? Jy moet daar naar die hoek van die gebouw toe gaan. Ja? Terug? Oké, kom naar die curve toe. Kijk, kom ek doen dit eers soos ek dink dit moet wees. Nou kan ons gaan verander, as jy vir my sê nee is verkeerd. Ja, van. Nee, ek kan nog gaan verander, nee, maar ek verstaan wat jy wil doen. Dus, okay. Jy wil een footprint kry om die vlakke, cut and fill vlakke, ja. That's it. So, ek gaan hierdie ene, gaan ek sommer afvat vertikaal. Iets is vir my hier so nie recht nie. Kijk, hierdie lijn is vir my skeef, hierdie mieren, maar ons sal nou check wat dit is. Dit is nie major vir oomlik nie, maar ek dink daar is een issue. So, wat is dit? Kijk hier so, hierdie mieren hier so, iets loop skeef hier. Het een paar millimeter, maar dit is nie krisis, dit sal nou kyk. Ek sien. Kan ook miskien net een pleisterpunt wees, ek weet nie, kom ons check. Met wat ek nou begin nou, hoe kom hulle nou nie? Kluis. Ja, dit is mooi dat die mekaar geraak. Dan sê dat ek hier fout gemaakt het, Jack. Kom sê polyline, delete node. Ok, dit is wat ek wil gehad het. Yes, kom delete daar ene. Ek moet hier ene terug. So. Ok, daar is hy, is hier reg. Ok. Daar is die footprint. Dan gaan ek sê copy. Nee, ek het eerst het ek misgeklik. Ek dink is hierdie millimeters, ek het, hierdie is, daar is nie fout nie, dis ek dink het pleister op hier so, en ek het die een binnenkant gekies en die ander een buitenkant, dis hoekom. So, ek gaan copy dan van die punt af daar, tot by die punt daar. So, die rooi is my footprint van my gebouw, stem jy saam? Ja. Alright, nou moet ons net hoop, jou DTM was reg. Kom so check. As ek gaan DTM toe, die is aan, calculate, cut and fill, wat se grond is hierdie, weet jy, of moet ons nie dit daar oor waarin nie? Ach, dit is een klei, dit is maar kleierige grond. Klei, kom ons vat klei. Ok, hier kyk, polyline. Minimum. Hier is te veel, ek kan nie sien hoe die aangaan nie. Hoe moet hier so? Hier al. Ons koos undo dit. Ek het ook. Alright. Alright, so wat ek doen, ek gaan vir hom sê vir hom calculate, cut and fill. Tjie mee? Sê weer? Ek vir hom sê calculate, cut and fill. Ja. Dan sê indicate the polygon polygon enclosing or verticals of the polyface meshes to adjust. Ander woorde, wys vir my wat moet verander. So, nou hardloop ek net om hierdie punt. Ja. Punte. Het jy ons een duplicate? Nee, ja, ek kan afgekopie. Daar is my site, ek sê option end, en nou hardloop ek deur. En sê, the minimum cut and fill with that shrinkage factor is soveel. So 36, nee, seker 36. Waar staan hierdie plek? Sê nie? Waar staan hierdie plek? Hoe bedoel jy, waar staan
Waar is die erf? In Gauteng of bij die kussen wel? Ja, bij de zee. Oké. Okay. Die is redelijk laag. Ik had hem in met een volumeverschil van 27 kubieke meter. Ja? Ik had hem in en zei ik ja, dus is nu snij hem in. Ja? Dus ik ga een regrow. Daar is je site. Maar hij lijkt grof, want jouw driehoek is boers is baie groot. Ja? Dus wat ik wel gedoen het, in principe, dit is wat je zal doen. Hier is contourlijnen, nee. Ja. Hier kan het actually uithaal. Die contourlijnen? Ja, maar dat verander moest nou. O ja, maar jij gaat net om triangulate, dan? Kijk, ik slag het triangulate, ek gaan net dat in die contour oor doen. Maar dit is wat ik wel gedoen het. Ek wil, toe ek vir gesê, ek wil bietjie tyd op die site spandeer. Ek wil net hierdie punt kyk of ek meer akkuraat kan kry. Ag, come on. Dat hy meer punte gee, want dan is jou cut and fill meer akkuraat en jou konture lyk ook meer. Ja. Ek het net raak geklik kan kry. Sien, hy kontuur raak ook onderdeel en daai een ook. Want dit wordt echt gevuld. Dus wat ik niet kan onthouden, ik ga moet spelen met het. Maar ik denk is maar net, ik zet fysisch constructiepunten in op die lijn. Op die driehoek? Nee, op die contourlijn. Ja, wel op die contourlijnen wat die was, heb ik niet meer punten ingezet. Op die contour, ja. That's it, en dan zal ik het geretriangulate het. En ja. Dan contouren opzet. Dus ik zeg, je contours van daar tot daar. Jo. Manager contour at zero interval elke, kom sê elke 1 meter met een major contour elke 5. ...9000 contouren. Wow. Oh, wacht, ons is een millimeter. Millimeter. Zie, hier moet nou eindelijk doen voor jy voor jy hom oorbring naar die site toe. Ik denk dat hij zal recht is. Dat is een beetje min. Nee, het is niet recht in de joke. Ik maak hem 100. Wat zei? Ik zie al zijn contouren nu. Maar het lijkt toch een beetje grof, want hy driehoek is groot. Ja, die driehoek is groot. Draai hem op die sy, laat ek so kyk en laat hy, is dit nou sy minimum? Hier so links, ja. Dit is die minimum cut and fill. Ja, jy het 27 cubes wat jy gaan skuif as jy op die hoogte gaan. Hoeveel cubes? 27. Dit is min. Ja. Ek dink dit is min. Ja, dit is nice, ja. Ja. Oké, okay, nou, maar dat maak het sin. As jy meer, dan is het punte in het, op jou dingetjes, op jou contourlijn is het meer punte, dan gaan jy baie meer akkuraat en dan gaan jy baie netjes uit, like jou platform. Totaal. Absoluut totaal. Ek het een voorbeeld van een tekening wat jy kan wys, is ek sal verby hierdie 9 minute. Hierdie ding... Maar gaan jy kyk wat jy kan doen met die ene? Ja. Jy gaan ook met hom speel. Nee, ek gaan vir jou doen. Ek het hom nou nie hier so nie. Jy sien man, wat ek wil hê, ek wil net nie te stuil op het hem na die garage toe nie, jy verstaan? Ja, hier so. Van die pad af na die garage toe, ek wil net nie te stuil op het hem. Ek sal liefst een stijl oprit maak as wat jy moet van die garage of stijl oploop huis toe. Nee, ek sê hem saam, ja. Dit sê jy terrasse in sê. Nee, die oprit kan een bietjie stijl, die oprit kan stijl wees, maar nie te stijl nie, verstaan? Ok. Ja, so moet check hoe het werk. So wat jy nou sal doen is, kom ons gaan skakel weer jou punte aan. Ek gaan maak daar nou weer een pattern, right click. Make pattern, yes. Daar is een pattern, hy is op tweede, en gaan we sê, right click, move, vanaf die punt,
daar tot by daai punt daar, né? Jy het nou die huis gevat. So. En nou geselek ek. Ek haai daai dat ek nou nie al die huise goedjies het. Dan gaan ek alles hier vat. Ek net seker maak ek het alles hier beet. Ek net wil hoor, kom ons haal net site af. Okay. Ek select die selection, recall die selection. Nou kan ek het measure Z van die punt of daar, die hoekpunt van die huis, tot by die punt. Ek is nie seker wat is toe van die twee nie. Neem maar ek sal vir hom sê measure Z van, kom ons sê, daai punt of daar oh. Oe, maar dit is reg, dit is 36, ja, dit is 3.64 meter. Sien jy onder? Ja. So ek gaan sê recall, right click move van daai punt af 0,0,36 47.02. Maak het seker hy is op 3D en klik OK en hy is op my site. Dis daai. Cool. Stop die video.